Goedemorgen. En nu op de plek waar de Kalachakra initiatie zal gegeven worden. Gigantisch groot. We zijn nu net ongeveer een dag in Bodh Gaya. Nadat we gisteren rond, ik denk, 9 uur zijn aangekomen. Een tiental uren te laat. Maar de trein heeft echt heel traag gereden. Op bepaalde stukken door mist. En ja, de Jonar Monlam voor wereldvrede begint de 28e. En ja, nu zijn we ondertussen Bodh Gaya al aan het verkennen. Dus we zijn deze morgen gekomen naar de plek waar de Kalachakra initiatie zal gegeven worden. En dat is vlog nummer 3. Een timelapse opgenomen voor de Mahabodhi-tempel. Het is al avond, mijn haar is ondertussen geschoren. We zijn na de lunch en ook voor de lunch naar het kantoor van de Mahabodhi-tempel gegaan om de nodige permits en papierwerk klaar te krijgen om foto's te mogen nemen in de tempel. Morgen gaan we ook terug naar het kantoor. Het is tenslotte Indië. Maar we hebben een leuke dag gehad en we hebben lekker gegeten. En we zijn dan ook tussendoor, Vingit en ik, onze haren gaan scheren. Dat is de eerste keer voor mij bij een kapper. Dat was echt wel leuk, wel een beetje weird hoe de, ja, zo'n man, een man die je hoofd zo ook masseerde, deed hij ook daarbij tezamen. Maar ja, het was leuk. Was in ieder geval beter dan hoe dan de monniken mijn hoofd al vaak hebben geschoren. Wat ik bijna vergeten was, ik heb ook een timelapse daarvan gemaakt. Van het hoofdhaarscheren gedoe.